De laatste lijnen worden getrokken, de laatste tafeltjes worden in elkaar geschroefd en de stoelen worden aangeschoven. Het anderhalve meterplein, de luchtstroom op het suikerterrein, is er bijna klaar voor. Dat betekent op het terras met anderhalve meter afstand. Het idee is bedacht door de ideeënjagers die onderzoek doen naar de leefomgeving van de toekomst. Door corona komt die toekomst in één keer heel veel dichterbij en verandert ook de wereld ineens. Wij dachten, daar kunnen wij wat mee. En wij willen eigenlijk laten zien hoe dat er op een leuke manier uit kan komen te zien. En toen zijn we gaan kijken van, maar hoe is dat dan? En hoe gaan mensen dan zitten op een terras? En ga je met een meetlintje kijken of het anderhalve meter is? Of kan het ook van nature dat je dat gewoon kan zien? Nou, en toen kwamen we eigenlijk al heel snel op het idee van de bubbels. En daar kun je zitten met z'n tweeën of met de huishouden. En dan, dat is alleen voor jou die bubbel. En op die manier hou je afstand. Via de website van de Luchtstroom reserveer je een tafel. Eenmaal aan de tafel kun je eten bestellen via bezorgservice Fooddrop. Ze maken het eten dus niet zelf. Ook nu in deze tijd dat de horeca het al heel zwaar heeft, ga je er niet ook nog ermee concurreren. Ze dachten, we kunnen ze juist gaan helpen. Doordat hier mensen wel kunnen komen te zitten, maar alsnog het eten van de restaurants in de binnenstad, helpen wij de horeca. Is het alleen een sympathiek idee of kan het ook echt uit dit? Het kan ook uit, want wij vragen eetprijs eigenlijk voor de zitplek en de drankjes. En daarin halen we dan wel een percentage waardoor we dit terrein ook wel weer beter en mooier kunnen maken. Dus dat is straks dat je nu hier ziet, zit. En dan over 2 weken kan het er weer anders uit gaan zien. En waarom moeten mensen nou straks hierheen komen en niet gewoon lekker de binnenstad ingaan? Nou, in de binnenstad is het super druk en heb je weinig plek. En dit is gewoon een hele toffe, creatieve plek. Gewoon anders dan dat je op een normaal terras zou gaan zitten. Op 1 juni om 12 uur zal ook de Luchtstroom het terras openen.